Majesteit, dames en heren, u heeft Kees Schuit horen spreken, Bruno Latour horen spreken. Verschillende manieren van de verbinding tussen wetenschap en beleid, onderzoek en politiek zijn daarbij aan de orde gesteld. En u heeft dansers gezien. En die dansers zult u ook zien in het jubileumboek dat we hebben gemaakt over 35 jaar WRR. Over die relatie die wij, dat zult u straks allemaal in het boek kunnen zien, verbeeld hebben met de metafoor van een dans. En of alle bewegingen en verhoudingen die we net zo prachtig hebben zien dansen hier in het boek beschreven worden, dat moet u straks zelf maar lezen. Wij zijn er trots op dat wij het boek vandaag aan u mogen presenteren en al helemaal trots dat uw majesteit bereid bent om het eerste exemplaar daarvan in ontvangst te nemen. En ik wil vragen of dat zal gebeuren door de eerste redacteur van het boek, lid van de staf van de WRR, al jarenlang toegewijd en deskundig betrokken in ons midden, Paul den Hoed, die aan u het eerste exemplaar zal uitreiken. Daarna ook aan de voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal. En zo dadelijk kom ik nog even terug, want ook de premier krijgt er natuurlijk een. Maar Paul, mag ik jou vragen het eerste exemplaar nu echt aan te bieden aan Haar Majesteit de Koningin? Meneer de minister-president, we gaan niet samen dansen. Maar ik denk wel dat ik niets te veel zeg als ik zeg dat ik in ieder geval de afgelopen jaren ervaren heb dat de WRR bij u in goede handen is als wij spreken over de toekomst van de Raad, de bestaffing van de Raad en de manier waarop we ook intensief contact hebben over de vraag wat belangrijke vragen zijn die door de Raad op de agenda zouden moeten worden gezet. Welke belangrijke onderwerpen het zich kandideren voor een reflectie waarbij de politiek en de wetenschap niet ten opzichte van elkaar, maar met elkaar de verantwoordelijkheid dragen. Hoe moeilijk het is, hebben we gehoord van Bruno Latour, om verantwoordelijkheid te dragen om analyses, feiten, wetenschappelijke theorieën te verbinden met die ingewikkelde wereld die de politiek heet. Dat hoef ik u niet uit te leggen. En nu wil ik graag het derde eerste exemplaar van het boek aanbieden en u daarna vragen kort wat te zeggen. Mag ik u vragen hier te komen? Professor Van der Donk, heel hartelijk dank. U zei het al, de premier krijgt er ook één. En u bent die belofte nagekomen, daarvoor zeer veel dank. Majesteit, mevrouw de voorzitter van de Eerste Kamer, daar staat generaal. Excellenties, professor Van der Donk, dames en heren. Graag wil ik mijn bijdrage aan deze viering van het 35-jarig bestaan van de WRR beginnen met een uitspraak van de Duitse staatsman Otto von Bismarck. Die Politik ist keine Wissenschaft, wie viele der Herren Professoren sich einbilden, sondern eine Kunst. Inderdaad, politiek is geen wetenschap. Er is tussen beiden een duidelijk verschil. En dat zien we terug aan de weerszijden van de Hofvijver. Aan de ene zijde de ruisende bomen en het zacht knerpende grind van de Lange Vijverberg, waar het academisch discours zich achter statige gevels in betrekkelijke rust kan ontvouwen. Dat is één kant. En aan de andere kant de hectiek van het Binnenhof, waar journalisten, burgers en bestuurders elkaar op de straattegels verdringen en waar de samenleving dag en nacht op de deur bonst met haar dromen, noden, zorgen en opvattingen. De wereld van politiek en beleid is een snelkookpan waarin de emoties hoog kunnen oplaaien. De wereld van de wetenschap is een stoofschotel waarin inzichten langzaam en beheerst garen. Waar geschreeuwd wordt
is geen wetenschap, zei Leonardo da Vinci. En toch is het niet goed om de sferen van politiek en wetenschap geheel van elkaar te scheiden. Want gaat het in de politiek niet om veel meer dan de waan van de dag? Sterker nog, gaat het niet juist om de lange lijnen, de zorgvuldige afweging van feiten en belangen, de gerichtheid op de toekomst? En is de wetenschap niet juist op haar sterkst, waar ze invloed weet uit te oefenen op de samenleving, waar ze helpt de koers uit te zetten, waar ze zich met behoud van haar kritische onafhankelijkheid mede verantwoordelijk voelt? Wetenschap is immers wel vrij, maar niet vrijblijvend. En Van Slotoer zei het echt heel duidelijk. Hij gebruikte de term rediscovering the state. En als je het hebt over rediscovering the state, dan omvat dat veel wat betreft het regeringsbeleid. Maar als je dan hebt over regeringsbeleid, is het de vraag of het regeringsbeleid is verbonden met een ordeningsperspectief waarin de maakbaarheid van de samenleving via gouvernementele arrangementen voorop staat. Of een situatie waarin regeringsbeleid is verbonden met een neoclassiek marktordeningsparadigma. Of wanneer regeringsbeleid van doen heeft met ideeën omtrent de civil society en netwerken. En dan ook nog wanneer regeringsbeleid alleen als een beleidsinstrumenteel geheel wordt opgevat, of wanneer je regeringsbeleid plaatst in het perspectief van een factor vertrouwen of waarden en normen of respect in de samenleving. Dat geeft aan dat een vraagstuk van Rediscovering the State alles te maken heeft met ordeningsperspectieven, wetenschappelijke analyse en diepgang. En professor, u heeft gezegd dat u zelfs Nederlander zou willen zijn. Ik moet zeggen, dat is niet iets dat je vaak hoort van iemand met een Franse achtergrond. En voor deze opmerking wil ik u namens de Nederlandse regering van harte dank zeggen. Majesteit, dames en heren, juist in deze tijd is er behoefte aan een alliantie van politiek en wetenschap. In de grote vraagstukken die Nederland nu raken, spelen immers sterk oplaaiende emoties van alle dag en visies voor de lange termijn door elkaar heen. Neem het vraagstuk van de globalisering. Nederland staat nummer 7 op de globaliseringsindex. Dat wil zeggen dat we behoren tot de meest open, internationaal georiënteerde landen van de wereld. Die oriëntatie heeft ons succes gebracht. Maar er is ook een keerzijde. Steeds meer mensen missen een ankerpunt in zo'n internationale omgeving en zoeken uit alle macht naar houvast. Hoe kunnen we onze dynamiek vergroten en tegelijkertijd binnen die context de zekerheden van mensen versterken? Dat is een kernvraag van onze tijd, waarop politiek en wetenschap alleen samen antwoorden kunnen formuleren. Een andere kernvraag: hoe leggen we verbindingen in een land waarin mensen sterk van elkaar verschillen? En ook hier spelen dagelijkse emoties begrijpelijkerwijs een grote rol. En ook hier is een beredeneerde lange termijnvisie onontbeerlijk. Wat we nodig hebben is een politiek die openstaat voor de weloverwogen manier van denken van de wetenschap. En een wetenschap die zich rekenschap geeft van de uitdagingen van de politiek en de vragen, ontwikkelingen en gevoelens in de samenleving. We moeten respect hebben voor elkaars rol en elkaar vinden in onze betrokkenheid bij de publieke zaak. Neem de uitgekiende fysieke inrichting van ons waterrijke land. Een prestatie van wereldformaat. Die is tot stand gekomen door de inzet van bestuurders en wetenschappers gezamenlijk in nauwe samenwerking met ondernemers en anderen. Wij profiteren van onderbouwde keuzes die in het verleden zijn gemaakt. Zo is het nu onze taak om bij te dragen aan een betere toekomst voor onze kinderen. En naar mijn overtuiging is daarvoor in deze tijd vol emoties, middelpunt vliedende krachten en razendsnelle ontwikkelingen durf nodig. Durf om een verbinding te leggen tussen de wereld van de politiek en de wereld van de wetenschap. Met behoud van ieders onafhankelijkheid, kritisch vermogen en verantwoordelijkheid. Maar wel met de wil om samen gericht te werken aan oplossingen op basis van feiten, argumenten en gerichtheid op de toekomst. Neem het energievraagstuk.
in samenhang de noodzaak de klimaatverandering te stoppen. Secretaris-generaal Ban Ki-moon van de Verenigde Naties noemde dat vraagstuk afgelopen week de defining challenge of our age. Nederland heeft het in zich om in de voorhoede mee te spelen bij de noodzakelijke overgang naar een duurzame energiehuishouding. Maar dan moeten we wel samen alles uit de kast halen. Hetzelfde geldt voor het waarborgen van de kwaliteit en de toegankelijkheid van de zorg in een tijd van voortschrijdende vergrijzing. Ook daar ligt een gezamenlijke opgave. Nederland is goed voor 2,5% van de mondiale kennisproductie. En dat is formidabel voor een land met maar 16 miljoen inwoners. Maar in de mate waarin we als samenleving wetenschappelijke kennis weten te benutten, is nog vooruitgang te boeken. En dat vraagt de inzet van ons allemaal. De WRR is een van de toonaangevende instrumenten waarover we beschikken om verbindingen te leggen tussen wetenschap en politiek. En in uw instellingsbesluit staat dat omschreven. Daar lezen we dat u tot taak heeft, ik citeer, ten behoeve van het regeringsbeleid wetenschappelijk gefundeerde informatie te verschaffen over ontwikkelingen die op langere termijn de samenleving kunnen beïnvloeden en daarbij tijdig te wijzen op tegenstrijdigheden en te verwachten knelpunten. En daarin zitten de twee elementen waarover ik sprak. Grondige wetenschappelijke analyse gericht op de lange termijn. Maar ook oog voor de knelpunten en problemen die zich in de maatschappelijke werkelijkheid voordoen. Al 35 jaar zet de WRR zich daarvoor in. En u wilt daarbij een lerende organisatie zijn. Professor Van Donk, in uw werkprogramma 2005-2007 schreef u te streven naar een betere aansluiting bij de leefwereld van het beleid en een betere doorwerking van uw rapporten. En u gaf uw werkprogramma de titel Rimpels in de Hofvijver. Ik zou dan willen weten wat de koningin tegen de voorzitter van de WRR zegt. Maar goed, dat... Ja, want ik ben wel verantwoordelijk wat u zegt natuurlijk. En wanneer de titel Rimpels in de Hofvijver uw ambitie juist weergeeft, dan moet ik u, professor Van Donk, complimenteren. U bent er inderdaad in geslaagd rimpels in de Hofvijver te veroorzaken. Sterker nog, bij tijd en wijle zie ik vanuit mijn torentje zelfs kleine golven rollen. De WRR heeft zich in de afgelopen 35 jaar een stevige plaats verworven in het politieke en maatschappelijke debat. Onder de voorzitters Kremers, Kené, Albeda, Donner, Scheltema en nu Van der Donk. Ontzettend mooi om u hier te zien. En uw rapporten hebben regelmatig het pad helpen effenen voor een nieuwe aanpak, passend bij de uitdagingen van de tijd. En professor Schuit zei het al, hij wees op het rapport de komende 25 jaar. Ik heb het thuis in mijn boekenkast staan. Ik weet nog heel goed, ik deed het doctoraal bij vak politicologie. En toen stonden stil bij dat rapport. Wat over toekomstoriëntatie, scenarioontwikkeling, wetenschapstheoretische opvattingen daarover. Ik heb waarom de beste tijd aan gedachtenwisseling. En het is mooi dat opnieuw het rapport hier wordt genoemd. Omdat hij zei over een land dat bezig is met de toekomst. En dat is eigenlijk het wezen van toekomstoriëntatie. En dat is een vraag die eigenlijk nooit ophoudt. Altijd hebben we erbij stil te staan. Toen en nu en morgen. Dat raakt trouwens ook de vraag of we in deze tijd opnieuw een WRR zouden hebben opgericht. U had enige aanloop nodig, maar het antwoord was bevestigend. Ik kan gewoon zeggen, natuurlijk zou dat zo moeten zijn. Goed. Ja, dan gaat iets sneller. Maar wat betreft die uitdagingen in de tijd, ik denk dan bijvoorbeeld aan het rapport Plaats en Toekomst van de Nederlandse Industrie uit 1980. In een tijd dat velen het bedrijfsleven met wantrouwen benaderden, pleitte de WRR juist voor een positieve houding ten opzichte van het ondernemerschap. En inderdaad was een herstel van onze economie in de jaren 80 alleen mogelijk dankzij verbetering van het ondernemingsklimaat. In 1993 wees de WRR op de gevolgen van de naderende vergrijzing voor de solidariteit tussen generaties. En pleitte hij voor afschaffing van de VUT. En 10 jaar later werd dat beleid. En meer recent, in 2004, publiceerde u het rapport Bewijzen van goede dienstverlening. En dat rapport bevat een pleidooi om meer ruimte te geven aan professionals in onder meer de zorg
en het onderwijs. U riep de politiek op de creativiteit van professionals niet te smoren in een overmaat aan toezichts- en verantwoordingsverplichting. En die gedachte is nu duidelijk terug te vinden in het beleidsprogramma. En dat geldt ook voor het benutten van de positieve krachten van mensen in hun directe woonomgeving. Het rapport Vertrouwen in de Buurt uit 2005 is daarvan doordrenkt. In ons actieplan Krachtwijken krijgt die benadering concreet handen en voeten. Majesteit, dames en heren, in het nieuwe kennis- en adviesstelsel dat het kabinet voor ogen staat, heeft de WRR een belangrijke positie. Dat onderlijnt het vertrouwen dat is opgebouwd in de afgelopen 35 jaar. Het is ook een uiting van de grote verantwoordelijkheid die de Raad draagt om bij te dragen aan de toekomst van Nederland. Op wetenschappelijke basis en met oog voor wat er leeft in de samenleving. In deze tijd horen we een cacophonie van geluiden. We leven in een vrije, open samenleving waarin mensen geëmancipeerd zijn en zich via moderne communicatiemiddelen ongeremd kunnen uiten. Dat is een groot goed, maar het doet wel een groot beroep op de overheid. Zij wordt door allen kritisch gevolgd en van haar wordt bijzonder veel verwacht. Zij moet enerzijds empathie hebben voor emoties die leven, scherp luisteren en anderzijds complexe belangen tegen elkaar afwegen en een beredeneerde koers uitzetten die ons land vooruit helpt. Dat doen we gelukkig niet op de tast in het donker. We hebben onze waarden, ervaringen en idealen als kompas. En we hebben de wetenschap die ons duistere pad verlicht en ons, als het goed is, onverwachte vergezichten toont. Politiek is keine Wissenschaft. Dat klopt. Maar we zijn wel reisgezellen. Onze reis is het vruchtbaarst als we ons laten inspireren door de Erasmusiaanse traditie van onderbouwde feitelijkheid, verplaatsing in elkaars denkwereld, argumentatie, discussie, soberheid en engagement. Zo ontstijgen we de waan van de dag en blijven we de lange lijnen zien. Zo dienen we de publieke zaak het best en dragen we bij aan een toekomst waarin dynamiek en zekerheid hand in hand gaan. Ik wens de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid van harte geluk met dit jubileum. U bent 35 jaar jong en dat mag gevierd worden. Alle leden en medewerkers van de Raad wens ik bijzonder veel succes met hun relevante werk. En ik verheug me op het vervolg van onze gezamenlijke reis. Dank u zeer.